Hi guys en welkom allemaal. Ik hoop dat jullie er waanzinnig veel zin in hebben. Ik sta met niemand minder dan Evi naast me en ik hoop dat jij er ook klaar voor bent, Evi. Absoluut. We hebben iets leuks voor jullie in petto als eerste workout. Er komt een warm-up, gevolgd door een trippelvoudige Tabata met natuurlijk een cooldown op het einde. Zonder dat we hierbij al te lang gaan wachten, stel ik voor dat we gaan starten met onze warm-up. Het zijn twee oefeningen. We gaan heel simpel beginnen met een heel lift. Dus Evi, je mag een keer proberen met de standaard positie. In mijn geval ga ik iets meer dynamischer naar die heel lifts gaan. Dat wordt onze eerste oefening. De tweede oefening die we gaan uitvoeren zijn jumping jacks. Dat betekent dat de handen open gaan in open positie van de benen. En dat alles terugsluit in de tweede fase. Let's get ready to rumble. Eerste blok duurt 20 seconden. Nadien krijgen jullie van ons 10 seconden rust om dan opnieuw 20 seconden vol aan de bak te gaan. Neem plaats, zorg dat je er klaar voor bent. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Absoluut. So let's get ready to rumble. We gaan zo meteen starten. Je ziet hier de tijd rustig naar beneden gaan. Binnen 8 seconden gaan we erin vliegen. We maken ons klaar om te starten. Evi, stepping motions. Ik ga die running motions nemen. Dit is de eerste ronde. We gaan het trouwens 3 keer doen. Let's go. 20 seconden. Lekker activeren, die hartslag een beetje omhoog krijgen. Zorg ervoor dat je de ademhaling mooi in de gaten houdt. Lekker actief stappen. 20 seconden, dit zijn er nog 5, 4 en 10 seconden rust. Tweede positie nemen we zo meteen aan. Dan worden die jumping jacks. Wat denk je, Evi? Een beetje schuin naar elkaar. Zo ja, gezelliger, hè? Houden we meteen goed. Voeten starten bij elkaar. Open position, let's go. Open closing jumps. Goed gecontroleerd, that's it. Niet te diep door de knieën zakken bij het naar beneden komen. Soft landings, komt helemaal goed. Alright, houding is goed. Vooral opletten bij het landen, dat je geen holle rug maakt. Dat je mooi controle houdt van je patronen. 3 seconden. En we hebben 10 seconden rust. Alright, back to position. Binnen 5 seconden komen die high knee runnings en stepping motion voor jou opnieuw. Ready, set. En daar gaan we, come on. Goed gecontroleerd. Knieën mooi omhoog. En lekker in dat ritme blijven. Dit is de tweede ronde. En zo gaan we er 3 doen. 10 seconden nog. Goed voor je, wel even kijken. Het begint al wat warmer te worden. Dat is ook de bedoeling hiervan. 2 seconden. En terug rust. 10 seconden om even op adem te komen. Voeten terug bij elkaar. En we gaan springen zometeen. Back to position. Yes. Let's go. 20 seconden. Ademhaling goed meepakken. Dat de zuurstof in je lijf blijft lopen. That's it. Technisch ziet dat er goed uit. 7 seconds. I hope I'm good. Ja, dat zou toch wel moeten hier. Mooi zo. 3 seconden. En ontspannen. Oké, pak even 10 seconden rust. Even alles lekker losschudden. En dan gaan we naar die high knee running. Gevolgd door onze jumping jacks opnieuw. We maken ons klaar binnen 3, 2, 1. En dan gaan we weer. Come on. 20 seconden. Mooi gecontroleerd in dat ritme. Ook die ademhaling blijven meepakken in dat verhaal. Lekker actief die knieën naar boven. Je buikspieren gaan stevig aan de bak hier. En je traint je conditie. 5 seconden. 3, 2, 1. En terug ontspannen. Pak die 10 seconden en dan komen die jumping jacks. Let's go a little bit this way. Voeten starten bij elkaar. Mooi gecontroleerd. 20 seconden, daar gaan we even. Come on. Hup. Mooi gecontroleerd. Je bepaalt zelf je range of motion en je tempo. We zijn getraind, dus wij doen dat mooi samen. Synchroon naast elkaar. 8 seconden in dit ritme. De lift van de handen gebeurt als de benen naar buiten gaan. 3 seconden nog. En terug 10 seconden ontspannen. Take your time. Heel goed. Let's get ready again. Nog eentje, Evi. Yes. Kom maar, dan gaan we 20 seconden. Ik hoop dat jullie allemaal wat warmer aan het worden zijn en de energie voelen stromen. Want dat is wel degelijk het plan. 5 seconden. Het stroomt hoor. 2 seconden en ontspannen. Heel mooi. Nog één keer de jumping jacks. En dan zijn we klaar met onze warm-up. Dan ga ik jullie de uitleg geven van het echte werk. Let's go, Evi. Je kan ofwel 2 keer ademen tussendoor. In, in, uit, uit. Of je kan hem korter maken. Hangt af van het ritme dat je zelf wilt nemen. Heel goed. 5 seconden.
En even ontspannen. Zo. Als eerste kan het al tellen, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat jullie nu begrijpen waar we naartoe willen gaan. Het volgende wat we gaan doen zijn 3 Tabatas. Ik laat het even zien met Evie. Je mag een positie aannemen. In handen en voeten steun. Oké. Alright. Je gaat hierbij zien dat Evie de knieën gaat uitstrekken. Ze mag je bij de voeten ietsje breder plaatsen om wat meer steun te hebben. En dan mag je afwisselend 1 knie naar voren brengen. Perfect. Mooi onder het lichaam door. Je mag er nog 2 doen. En ontspannen. Je hebt verschillende variaties, gekruist of gestrekt. Wij zoeken de gestrekte versie onder de ellebogen door, zeg maar. Een tweede vorm die we doen, zijn eigenlijk heel lifts. Dus in die positie gaan we terug rechts dan, Evie. Ja. In jouw geval wil ik, Evie, dat je iedere keer met je linkerhand je linkervoet gaat tikken. En met je rechterhand je rechtervoet gaat tikken. In mijn geval gaan we de hardere variatie doen. En ik ga eigenlijk die running motion daarvan maken. Dus je zal zien dat er 2 variaties zijn. Kies de juiste voor jouzelf. We gaan eraan beginnen. Let's get ready. 3, 2, 1. En daar gaan we, Evie. Mooi gecontroleerd. Je kiest je eigen tempo bij deze beweging. Zoals je ziet bij Evie, blijft de rug hier heel mooi recht. Dat is ook de bedoeling. En je ziet dat de knieën mooi onder het lichaam doorgaan. Ik doe nog even met je mee, Evie. Hoe voelt dat? Nou, stevig. Kom op, meid. 2 seconden. En ontspannen. We hebben gelukkig die 10 seconden rust tussendoor. Dan krijg je heel even een momentje om op adem te komen. Dat doen wij ook. En we gaan naar onze heel lifts toe. Touch and goes. En dan gaan we even, kom aan een meid. Even tikken. Mooi gecontroleerd. We pakken hier vooral de spieren in de achterzijde van ons dijbeen mee. Onze hamstrings. En ik heb nog 7 seconden nodig hiervoor. 4, 3, 2, 1. En ontspannen. Het slechte nieuws is, we gaan dat 4 keren doen. Dus nu nog 3 keren. Dus deel je krachten goed in, dat je de energie goed gebruikt. Start hem in de 3, 2, 1. Daar gaan we even. Come on, meid. Come on, hè. Vooral op jouw tempo kiezen. De schouders blijven mooi boven de handen. Om te vermijden dat je overdruk op je schouder krijgt. Come on, volhouden. 7 seconden. We zijn er bijna. Yes. 2, 1. En terug 10 seconden rust. Heel mooi. Even goed schudden met die handen. Dat die schouders de druk verwijderen. Het wordt steeds zwaarder. Oh yes. Here we go again. Ready for the second round. Daar gaan we. Tikken van die hielen. Mooi gecontroleerd. 20 seconden. Ook hier. Die hartslag mooi controleren. Door je ademhaling goed mee te pakken. 7 seconds. 3. 2. En we zijn halfweg. 10 seconden om even van adem te komen. We gaan een keer een mooie V maken, Evie. Wat denk je? Prima. Beetje naar elkaar toe. Binnen 3 seconden. 2, 1. Let's go again. Come on. Die knieën mooi naar voren. Target van mountain climbers is natuurlijk onze lage buikspieren. Dus die gaan we mooi in shape brengen met deze oefening allemaal te doen. 10 seconden heb ik nog nodig. Prachtig tempo, Evie. Schouders zijn mooi boven de handen zoals het hoort. 3 seconden. En ontspannen. Let's get back up there. Oké. Terug weer even schudden met je handen. Dat je terug in positie kan komen. Derde ronde van heel lifts. Let's go. Tikken en we zijn weer vertrokken. Come on. Richting het einde van onze eerste Tabata. Komen er nog 2 zometeen. So I hope you're ready for the ride. Evie, wat zegt dat? Oh, goed. Come on. 3 seconds. Zijn er bijna. En terug ontspannen. Yes. Nog 1 keer deze blok. En dan leg ik zo meteen even de 2e uit. Okay, dus prima. Terug in positie. Terug in diezelfde hoek. Let's get ready. 2, 1. Let's go. Goed gecontroleerd. Straight lines. Schouders boven de handen. Mooi die knieën onder je door. Op het tempo dat je zelf kan houden. Keep breathing, guys. Ik weet dat het lastig is. Maar dat is ook voor ons zo. 2 seconden. En terug ontspannen. We staan terug rustig recht. 10 seconden. Dikke deep breath. Nog 1 keer. En daar gaan we. Tikken van die hielen. Mooi ter plaatse blijven. En je eigen ritme kiezen. Come on. 10 seconden nog. Je ziet het verschil in tempo tussen ons beiden. En dat is wel degelijk een keuze die je voor jezelf mag maken. 2 seconds.
Dat was onze eerste Tabata. Yes. Goed. One down. We got one down. Tweede gedeelte dat er zometeen aankomt, guys. Want jullie krijgen niet te veel rust van me vandaag. Is een voorwaartse plank. Gevolgd met eigenlijk een side touch met de benen. Met nog eens een jab position. Dus we gaan een beetje knokken ook, Evie. Goed. Je mag komt in. Allemaal goed. Zolang je niet knokt nee, met mij. Ik ga jou niet aanraken, dus geen zorgen. Mag een voorwaartse plank plaatsnemen. Oké. Okay. Goed, bij deze positie ga ik Evie vragen om de twee voeten wat dichter bij elkaar te plaatsen. Nu ga ik je vragen om met je rechtervoet opzij te tikken en terug te komen. Andere kant hetzelfde en terug te keren. In mijn geval, ontspan maar even Evie, ga ik jullie laten zien dat er wat sprongetjes komen. Met als meest gemaakte fout, als je naar acht naar buiten gaat, dat de rug doorzakt. Don't do this. Hou die plank mooi in de gaten, dat die rug eigenlijk geen schokken kan krijgen. Dat is heel slecht voor je lage rug. Een tweede beweging die we doen, let's get up there. Je mag je voorkeursvoet van voor zetten, wat dat lekker aanvoelt. Okay. In mijn geval is dat hier rechts. We gaan positie kiezen, alsof dat we echt iemand tegen zijn gekomen die we niet wouden tegenkomen. Bring it on. Jabs zijn eigenlijk slagen waarin dat we afwisselend links en rechts naar voren zullen brengen. De achterste hiel hierbij, wat even heel goed doet, is altijd van de grond. So make sure this happens. Okay. We starten binnen 5 seconden opnieuw, als ik het goed gezien heb hier. So let's get ready to rumble again. We pakken onze plank, Evie. Yes. No, we gotta wait 10 seconds ago. Wait, give it 10 seconds. Ja, binnen 5, 4, 3, 2, 1. Evie gaat stappen hier. And I'm gonna do some jumps. Schouders zijn opnieuw, heel mooi. Boven de handen, the range of motion. Van de stap naar buiten mag je zelf kiezen. En uiteraard blijf letten op die ademhaling. Waaraan werken we precies? Oh, dit zijn opnieuw de core spieren die we gebruiken en de stabiliteit van de schouders. En ontspannen. Mooi recht komen, goed naar boven staan. Back into position. Let's get ready to rumble. Yes. Oké, okay, achterste heel mooi van de grond. Positie en daar gaan we. Afwisselend, rechts en links. Probeer ook een beetje je schouders zo wat mee te draaien, zodat je die impact naar voren kan geven. Kort en impact geven naar voren. Schouderhoogte is de range in deze beweging. 2 seconds en even ontspannen. Heel mooi. Perfect. Een paar aandachtspunten die ik nog weer even ga laten zien zometeen, waar dat jullie zeker op moeten letten. We starten binnen 2 seconden. Take position en daar gaan we. Je ziet de lage rug die mooi gecontroleerd is. Schouders boven die handen. Hoe verder de voet naar buiten gaat, hoe lastiger dat dit wordt. Dus toch even opletten ook dat je binnen je eigen range of motion blijft. Let's go. Come on. 6 seconds left. Almost there. En ontspannen. En we gaan terug mappen. Terug in positie. Come on. You still here? Yes, let's go, absolutely. Girl. Let's go. Yes, daar gaan we. Come on. 20 seconden. Uiteraard, hoe hoger dat je hier je tempo legt, hoe hoger dat je hartslag ook gaat gaan. Opletten voor schokken in de elleboog hier, dat je wel altijd controle blijft houden qua patroon. Come on, 5 seconds. Dit gaat goed. Ziet er allemaal netjes uit. All right. Is het goed voor de bingo wings? Oh yes, it is. Ja, die extensie van die elleboog zorgt voor een mooie contractie van die triceps. Dus dat zoeken we helemaal hier. We gaan opnieuw eraan beginnen. Let's go for some jumps. Voilà, mooi gecontroleerd. In die positie blijven. Uiteraard kan je dit tempo doen als springend. Of je kan kiezen voor echt wel een heel hoog tempo. Wat meer impact geeft voor je buikspier. 5 seconden. En ontspannen. Back to boxing. Let's get up there. Gebruik die 10 seconden, guys. Ik weet dat het zwaar is. Maar hier word je sterker en beter van. Daar gaan we weer. Kom op, mappen met die handel. En gas geven. Schouderhoogte. Alle frustraties eruit. Oh ja, ja. Denk aan dingen die niet zo leuk waren. En dan kan je hier perfect de juiste tempo zoeken hiermee. 5 seconds. Perfect. Mooie rotatie, Zevi. Dat ziet er prachtig uit. En break. 10 seconden. Nog 1 rondje. Bij de oefening nog 1 keer. Dan is het goede nieuws dat die tweede Tabata erop zit. So let's start again. Let's go. Gecontroleerd. Zoals ik al zei, goede range of motion met controle qua positie. Keep going, even, dat ziet er prachtig uit, meid. Opnieuw, neutrale rug, dat zien we graag. Het hoofd kijkt recht naar beneden, dat is belangrijk, guys. Dat je niet op je hals gaat trekken. Slechte been voor je hals anders.
En ontspan even. Nog één keer rustig recht staan. Goed stabiel staan. Ga ook niet te kort met je voeten op elkaar staan. We gaan die tweede afmaken. 20 seconden, go. Come on. Laatste rondje van de tweede Tabata. Dus ik zou zeggen, eventjes doorduwen. Oké, er komt nog eentje zometeen. Maar daar moet je geen schrik voor hebben. That's why you're following us. Om rendement te halen. Dus come on, guys. 3 seconden. En ontspannen. Number 2, I like it. Yes, ja, dit gaat perfect, mate. Heel mooi. Er komt nog een mooie. Oh ja, yeah, one more. Dus eigenlijk 4 minuutjes dat we nog actief gaan strijden tot op het einde. Je ziet hier een aantal verschillende variaties. Opnieuw ga ik jullie vragen om degene die bij jou het beste past uit te voeren. We beginnen met Evi. Je hebt eigenlijk een open step, Evi. Met een hand touch. Op dat moment ga je iets meer druk zetten op die buitenkant. Ja. Maar wel flexen beide knieën houden. Dus je beide knieën zijn licht gebogen. Ja. Dan kom je terug en doe je hetzelfde vanuit de andere kant. In tegenstelling tot Evi ga ik hierbij echt een jump doen. Dus ik ga springen en ik ga telkens wisselen. Beide zijn goed, dus daar moet je zeker niet mee aan zitten als je opteert voor de eerste of voor de tweede. Ze zullen beide je hartslag stevig omhoog jagen. Een tweede element dat we hierbij gaan doen zijn squats in jouw geval, Evi. Dus je gaat neutraal staan, je ademt in naar beneden en uit naar boven. Je mag er zo 3 doen om te oefenen. Als je tweede, nog eentje. Perfect. De meest gemaakte fout hierbij, guys, zijn de knieën, eerlijk gezegd. They're gonna go inside. Please don't do that. Dat is heel gevaarlijk voor de binnenkant van je knie, meniscus, kruisband enzovoort, kraakbeen. Willen we niet hebben. Eigenlijk is de ideale hoek op dat moment de lijn van waar je voeten gepositioneerd zijn. Die staan een klein beetje naar buiten gericht. Okay. En je mag met je knieën de lijn van de voeten volgen. In tegenstelling tot Evi ga ik hierbij squat jump doen. Cruciaal is de lijn van de rug op dat moment. Dit is niet de bedoeling. Te hol is ook niet de bedoeling. Mooi neutraal is eigenlijk hetgeen dat we hier aan het zoeken zijn. Dus we overlopen ze nog één keer. Alle twee sidesteps met een ground touch. Links en rechts alternerend. In mijn geval ga ik springen en tikken. De tweede vorm zijn squats voor jou, Evi. Standaard knie volgt de lijn van de voet. Uitademend naar boven. That's it. And I'm gonna do some jumps. Laatste Tabata, guys. We starten binnen 5 seconden. Let's do this, Evi. Come I'm ready for it. Yes. Let's go, girl. Hier gaan we. Gecontroleerd. Iedere keer open-closing jumps. Of open-closing steps. In een ritme. Mooi naast elkaar. Come on. 8 seconden nog. Je voelt voor jezelf welk ritme dat je aan kan. En de eerste is altijd even wennen. En ontspannen. Opnieuw 10 seconden. Om in positie te gaan staan voor de tweede reeks. En hierbij werken we op de... Oh yes, the glutes are working. So for the ladies, let's get into work. Okay. Mooi gecontroleerd. Hup. Ja, jouw ritme mooi zoeken in die beweging. Neutrale rugpositie. Je ziet heel mooi hoe mooi recht dat die rug van Evi blijft. Zowel beneden als boven. Uit die extensie een uitademing gebruiken. In naar beneden. En ontspannen. Dat was de eerste, guys. We're gonna do 3 more. Yes. Come on. De energie moet nu aan het stromen zijn, guys. Dat doet het bij ons sowieso. En we pakken jullie mee. Let's go again. Touch and go. Come on, Evi. Yes, come on. De laatste rondes die we hier aan het pakken zijn. Timing zit goed. We volgen elkaar heel mooi hier, Evi. Ja, hè? Dus dat betekent dat je toch gas aan het geven bent hiernaast. Maar dat zie ik graag. 3 seconds. En ontspannen. Heel mooi. Squats, let op de knieën, let op de rugpositie en blijf die ademhaling ondersteunen. Ready, set, let's go. De hoogte van je sprong is natuurlijk cruciaal hier. Hoe hoger dat je gaat springen, hoe pittiger dat het allemaal wordt. Dus controleer je patronen. De range of motion waarbij dat even naar beneden gaat, bepaalt ze zelf hoe dieper de squat, hoe zwaarder die beweging. En relax. 10 seconden. Even op adem komen. Zuurstof in dat systeem gooien. En terug gas geven zo meteen. Dit is de derde. Let's go, girl. Yes. Tikken. En terug recht. Je zou denken 20 seconden. Dat zal wel allemaal meevallen. Maar geloof me. If you follow us. Ga je niet alleen in shape komen. Maar je conditie wordt geweldig.
En ontspannen. Alright. 10 seconden. Goed gecontroleerd. Voorlaatste ronde. Mooi gecontroleerd. Ready, set, let's go. Positie van de ogen is ook belangrijk. Zorg dat je een punt voor je hebt dat mooi neutraal is. Kan je qua stabiliteit wat oprichten dan. 3 seconds. En ontspannen. One more. Let's get through this. Come on, come hè. On, hè. Ik hoop dat jullie ook voelen wat wij voelen. We hebben er nog eentje van jullie nodig. Ready? Yes. Let's go. Tik en terug. Come on. In dat ritme 10 seconden nog volhouden, guys. All the way till the end. Yes, you can. Come on. 5 seconds. And break. Nog eentje. Dat is de leukste. Hierna gaan we stretchen. Dus je kan nog één keer alles uit de kast halen. En dan zit die eerste workout er eigenlijk bijna op. Ready? Set. Let's go. Positie van de knieën van Evie is prachtig. Ze gaat hier bij de lijn van haar voetpunten volgen. We willen geen knie naar binnen zien gaan. Dus ze doet dat prachtig hier in dat ritme. Rug neutraal. Beautiful. 2, 1. Done deal. Goed. Nou meid, chapeau. Jullie voelen het ook aan ons. We zijn bezig, we zijn aan het werken. En jullie hebben ons prachtig gevolgd. Oké, cooling down. 3 oefeningen, mooi gecontroleerd. We mogen zelfs even gaan zitten. Let's go down. Perfect. Ja. Positie pakken. Met de ene voet aan de binnenzijde tegen de knie van de andere voet of van de andere been. Je gaat hierbij een range zoeken naar voren. Waarbij dat je eigenlijk je 2 tenen neemt en mooi diep gaat uitademen. Je ademt in bij het naar boven komen. En je ademt uit bij het naar beneden gaan. Dat doen we nog 2 keer. Inademen. Nog 1 keer. Probeer je daarbij dieper te komen ook, Johan? Ja, iedere keer als je de range doet, we gaan trouwens wisselen. Probeer een klein beetje verder in die lenigheid te geraken. We ademen in. En we ademen uit. We ademen in. En we ademen uit. Ademen in. En we ademen uit. Prachtig. We gaan even rustig terug recht staan. Nu gaan we naar de binnenzijde van de benen. We hebben daar stevig op gewerkt vandaag met onze squats. En met onze pliometrische vormen. Wide stance. Waarin dat we eigenlijk mooi het bekken wat naar achteren brengen. En mooi die rekking aan de binnenzijde van onze dij gaan voelen. Oh ja. Alright, we houden dat nog een 10-tal seconden vol. Come on, nog 5, 4, 3, 2. Oké. Andere zijde, net hetzelfde. Rustig naar die zijkant gaan. Mooi die stretching opzoeken. Opnieuw. Een 10-tal seconden nog. De deugd, hè? Heerlijk. We hebben het ook verdiend. We hebben het goed gedaan. Absoluut. Nog 3, 2, 1. En even ontspannen. We hebben ook wel wat steunfases gehad op onze handen, op onze armen. Dus dat betekent dat we ook die schouders even gaan rekken. Aha. Ik ga jullie vragen om eigenlijk het hand tussen de schouderbladen te plaatsen. Je andere hand boven erop te plaatsen. En je duwt die elleboog naar beneden. Ja, dus dat is wat we zoeken. En we houden die stretching voor nog 7 seconden. Mooi die rekking laten plaatsvinden. Opnieuw die cooling down zoeken. En rustig wisselen. Andere zijde hetzelfde. Pak hierbij schoudermobiliteit en triceps extensie mee. Niet vergeten ademen ook. Oh yes. Wat doet dat deugd, die zuurstof in die tank gooien. 5 seconden nog. 4, 3, 2. En even ontspannen. Dit was de allereerste en er komen er nog zoveel mooie. Ik hoop dat jullie ook die energie voelen die wij al de hele tijd voelen hier. En ik hoop dat jullie klaar zijn om al die andere ook nog te volgen. Evie, thank you so much. Johan, jij bedankt. Op naar de volgende. Yes.